Kom naar me. Kom naar me. Je bent helemaal over je stuur heen. Kindje. Mientje, hoe heb ik het nou met je meid? Mien, ze kennen je zien. Techniek heeft niet stilgestaan die 7 jaar. Ze volgen je, Mien. En altijd op de drempel, Mien. Mien. Je kan toch nieuwe slaolie hamsteren? Zuinig over de drempel, het was maar het jaartje weer wel. Zuinig over de drempel. Met de sjeik en de sja en de shell. Zuinig over de drempel en ooit meer de sfeer van weleer. Want als zij in het oosten ons vrolijk zien proosten, dan krijg je geen druppeltje meer. Als zij in het oosten ons vrolijk zien proosten, dan krijg je geen druppeltje meer. Lieve mensen, mijn beste wensen, waar blijft de tijd, wat gaat alles toch vlug? Wij staan maar rempel, weer op de drempel, het laatst dat ik u zag, dat is 7 jaar terug. Dokter heeft 7 jaar lang al gezegd, man koop een fiets, hier komt niks van terecht. Welvaart is goed, maar voor jou is het slecht. Ja dokter, fijn dokter, leuk dat u het zegt. Zuinig over de drempel, we zijn zo beschamend gezond. Zuinig over de drempel, zo'n kin en zo'n kop en zo'n kont. Zuinig over de drempel, het is allemaal mooi op papier. Maar wie zijn de echte die nou voor ons vechten, Becel en de Arabier? Maar wie zijn de echte die fel voor ons vechten, Becel en de Arabier? Zuinig over de drempel, geen lichtje meer aan in de gang. Lang uit over de drempel, met de slaatjes door het behang. Zuinig over de drempel, de uil kan mijn nacht ook goed zien. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we alle in donker met Wiegel en Pien. Maar laat hem niet vallen, straks zitten we alle in donker met Wiegel en Pien. Vanavond op de man af, wie zou dat willen? Nou kom, wie wil de VVD, zeg dat is eerlijk. Nee, ja kom nou, de partij van Pien en Poen. Kom nou. En bovendien, je weet nooit waar de stemmen vandaan zijn gekomen. Ze zeggen dat zijn stemmen van de KVP naar de VVD gegaan. Van de jonge heer naar de lieve heer. Of omgekeerd, dat weet niemand eigenlijk. Weet ik zelfs niet. Mensen, gezellig dat we nou juist op deze laatste avond van het jaar hier bijeen moeten zijn. Hè? Wat vind ik dat nou eerlijk, hè? Je moet me direct zeggen, ik heb een enorme medewerking van alle kanten gehad, hoor. De AVRO door de zendtijd te ruilen en de uil zelf. Ik ben helemaal met de uil. Dat is een man waar je mee praten kan, hoe je er ook over denkt. Eerlijk, hoor. Dat is zo mooi. Ik ben met de uil helemaal overeengekomen. Hij de eerste 30 dagen van december op de televisie en ik de laatste. Ja. Allemaal afgesproken van tevoren. Hij zal geen grappen vertellen, ik zal geen maatregelen nemen. Weet u dat het 7 jaar geleden is dat we elkaar op deze avond hebben gesproken? Weet u dat wel? 7 jaar geleden. En als alles goed gaat, dan hoop ik in 1980 weer te komen. Dat zou ik heel eerlijk vinden. En daartussenin lig ik plat.
Nou ja, daar voer ik niks uit, jongens. Ik ben bevriend geraakt met Arie Groeneveld en zodoende. Historische tijd, hoor. We gaan een historische tijd tegemoet. We staan op een historische drempel. Laat ik u dat even vertellen, hoor. Vrede op aardgas en in de prijs en welbaren. De zeven vette jaren zijn voorbij. Schrijf het maar op, hoor. De zeven vette jaren kan je vergeten. En de zeven magere zijn gekomen. Dat is helemaal niet erg. Ik heb 7 jaar geleden, heb ik voor de radio nog aan u gevraagd, heb ik u voorgelegd de 2 grote problemen die we toen in 1966 hadden. Hoe vermager ik en waar laat ik me auto? En die zijn gewoon opgelost. Jongens, leert hieruit, lieve kinderen, je hoeft niet aan de problemen te gaan frummelen. We hebben er niemand voor nodig. De mensen leidt het meest door het lijden dat hij vreest dat niet meer op kan dagen. Zo krijgt hij meer te dragen dan God te dragen heeft. Ik kan er ook een liederavond van maken. Dat zijn mooie dingen, dat zijn allemaal prachtige dingen. Mensen, het is toch zo, hè? Heel geloof me gerust, er was al een waarzegger. Heb je het gelezen alweer met die akeligheid? Altijd die waarzeggers en zo. Die zeggen, ja, de toekomst en zo. Die waarzegger voorspellen, moest ze ook niet doen. Is nou weer een waarzegger geweest? Die heeft gezegd, er zal dit jaar een groot staatsman sterven. Nou, dat kan nooit bij ons zijn. Nou, nou even goed kijken, jongens. Dan zijn we 8 minuten aan de gang. Wie sociaal voelt, zet nou het toestel af. Ja, dat kun je niet hebben, want het kost allemaal stroom. Heb je dat er niet gelezen? Je moet je houden aan de regering. Aan meneer Lubbers, die gaat erover. Meneer Lubbers, gaat hij over stroom? Ja, of is dat Lammers? Dat weet ik nooit. Nee, wacht even. Lammers is de wethouder, dat weet ik nooit. Lubberhuis is van de bezige bij, zo zit het, hè. En dan heb je Lammers en die is over... Want die gaat over de metro, nou weet ik wel. Oh, daar is hij vol, want die is metroseksueel. Ja. Dat is ontzettend. De metro, dat is zoiets ontzettend. De hele metro komt niks van terecht. Dat is experimenteel theater in de brakke grond. Die komt... Die kost nou wel 4 maal zoveel dan ze ooit gedacht hadden. In 1980 is hij klaar, dan wordt hij geopend door een deurwaarder. Ja. Zet de televisie maar af, jongens. Doe hem maar in de huiskamer, hebben jullie last. Dus zet hem nou af, kost allemaal stroom. Meneer Lubbers heeft het zelf gedaan. Meneer Lubbers is van de economische zaken. Die gaat over de stroom. Ons eigen stroomkoninkje. Dat hele kabinet, dat kan ik niet thuis brengen. Gek is dat, dat heb ik nooit. Maar ze zijn 8 maanden bezig, ik weet nog niet wie we eigenlijk voor ons hebben, hè. Ik bedoel, dan denk ik weer, het zijn zieltjes zonder zorg. En dan weer, denk ik, het zijn toch 16 gewetensbezwaarden. Wat een gek, hè? Ik bedoel, ja, dat merk je helemaal duidelijk. Op de een of andere manier kan je het ook duidelijk zien. Want ik zal maar zeggen, in 1940 hadden we ook zo'n soort regering, weet je wel. 10 mei zei ze, 9 mei zei ze nog, ga maar rustig slapen of zo, begrijp je wel. Nou, dat is niet zo rustig geweest toen. Het was geen stille nacht eigenlijk toen. En toen hebben we dan in oktober gehad. Toen kwamen de eerste schaduw uit het Midden-Oosten en zo. En toen zei ze, doe de gordijnen een uurtje eerder dicht, weet je wel. En daar heeft niemand zich aan gehouden, alleen in de Rosse buurten. Maar ja, dat is wat anders. Maar dat hebben we dus rustig gedaan en zo. En daarna raakte de regering of wij in paniek. Daar hebben ze gezegd, vlak voor kerstmis zei ze ineens, van de hele feestverlichting uit. Ik schrok me rot. Ik denk, wat is er nou dan? Ja, meneer, ik ben geen middenstander. Ik ben van geen enkele stand. Maar ik denk, de hele feestverlichting uit. En de mos helemaal. En de mensen in paniek, allemaal vuile zakkenhamster, hebben jullie gezien? Allemaal vuile zakkenrollers natuurlijk gedaan. Daar gaan we dan. Ja. En buikriem, er is geen buikriem meer te krijgen, weet u dat? Nee, die zijn allemaal naar Engeland. Oh, toestand. Nou ja, goed, in ieder geval, autoloze zonde, die hadden we wel, meneer. Bevalt u dat? Ik vind het wel lekker. Wie vindt het leuk, die autoloze zonde? Ja, ik ook. Ik vind het fijn, hoor. Als we benzine hebben, moeten we het erin houden. Een soort periodieke onthouding. Er wordt toch over ons beslist, meneer, waar wij niet bij zijn. Dat zag je toch? Een paar dagen geleden hebben jullie plaatjes niet gezien in de krant. Voor de spoedvergadering in Koeweit. Hebben jullie gezien? Al die scheids van heinde en verre aangehold. Zo uit de harem, de lakens nog over de kop en de water. En die koning Faisal, en dan vind ik net Olibaba en de 40 rovers. Verschrikkelijk.
Ja, maar geef die hoor. En dan zitten die mensen ons te kapittelen. Dat vind ik ook. Over kleine kinderen zijn, meneer, daar hou ik niet van. Ja, jullie krijgen geen petroleum meer. Herinneren meer. Jullie staan achter Israël. Wat een onzin, zeg. We hebben daar een paar bomen geplant. En daar plukken we nou de vruchten van. Nou, kom nou. Maar Gola is lief, hè. Gola is lief, vind je? Vind ik een lief mens. We krijgen meer sinaasappelen, mevrouw. We krijgen meer sinaasappelen. Maar je hebt er niks aan als je auto niet op Suderans loopt. België en Japan krijgen wel wat, hè? Die zijn zoet geweest. Nou, ik vind het verschrikkelijk. In België kijken ze ook. Ik zei, jullie zijn misselijke kleine kinderen. Ja, het is zo zoet. En dan krijgen we een beetje olie. Ja, die... En nou zijn ze zo dankbaar in België. Dan hebben ze het nationale monument hebben ze omgedoopt in Manneke Scheik. Nou... Ik vind het vreselijk hoor, dat moet je eerlijk zeggen. En weet je waarom Japan olie krijgt? Die hebben gedreigd het na te zullen maken. Nou, dat niet helemaal. Kunnen wij ook. De situatie is moeilijk hoor. Jongens, we staan op de drempel, maar de situatie is heel zorgelijk. Weet je, meneer? De situatie is zorgelijk. Je kan het in jullie zien. De koningin loopt ook al 1 op 10. Toch hebben we fijne koningin, zie je niet? We hebben fijne koningin, maar ik heb op tweede kerst, heb ik op tweede kerstdag geluisterd? Leuk, is zo menselijk, hè? Zij weet ook niet wat de toekomst brengen zal. Ik vind het zo lief mensen, ik vind het zo leuk mensen, is zo menselijk. Als je de derde dinsdag van september had ze het ook moeilijk, hoor, want ze las die troonrede voor. Ze denkt, verrek, waar staat die bede nou? En dan op slot kon ze die benen niet meer vinden. Zo, maar. En toen was het afgelopen, stopte de troonrede in de tasje met zo'n gezicht van, die ga ik thuis eens lezen, weet je wel. Ja. Nou, ik zeg wel eens, als wij staatsmannen hadden van het gehalte van de koningin, nou, dan zag het er anders uit. Hadden we lange republiekjes, wees maar blij. Ja, natuurlijk, we scharen ons in deze moeilijke dagen weer om de troon, hè. Allemaal om de troon. We scharen ons om de troon, jongens. Hè? Nee, 95% omdat we monarchisten zijn. En de rest die denken, als het koud wordt, stoken we hem op. Ja, dat is eigenlijk gek. Echte socialisten staan niet om de troon. Zo de uil is toch een echte socialist. Dat vind ik juist leuk in hem. Hij heeft zich nooit verlogen. Hij heeft wel een geweldige metamorfose ondergaan. Hè? Ja, een geweldige metamorfose. Hij was jarenlang was hij altijd de zonnekoning van het schaduwkabinet, hè. En nou is ineens Joop ten Uyl superstar. Ja. Hebt u nou wel eens goed naar de uil gekeken? Moet je eens kijken waarop die lijkt. Weet u waarop de uil lijkt? Een joker die zijn muts heeft afgezet. Zou je nooit denken, vind je een geweldige man, moet eerlijk zeggen hoor. Hele moeilijke tijden staat hij op aan de boeg van het schip, zou je wel zeggen. Hij moet natuurlijk op de brug staan, maar aan de boeg. Ik vind het ook een joker, want wat er nou gebeurt is een spel. Hè? Dat is toch een spel? Nederland heeft zijn joker ingezet, zeg ik altijd. Hoor. En de prijzen zijn meteen verdubbeld. En een slimme man in het debat hoor, slim. Als je tegen de uil zegt, mooi weertje, schrijft hij het op, gebruik de tegenjas regen. Waar gaan we? Naar het oosten, naar het westen, of naar de kerk in het midden. Waar gaan we? Wordt het canossa om te smeken en te bidden. Draaien we de feestverlichting aan of uit of half? Dansen we in donker verder om het gouden kalf? Buigen wij diep in het stof voor het magisch monopolie? Of zeggen wij, ach Jan de Wit kreeg nooit een druppel olie? Waar gaan we, nieuwe jaar naartoe? Gaan we terug naar het oude of zetten we door? Vredeling, vondeling, dokter, pastoor.
Weet u al een beetje wat of hoe? Waar ga ik hier naartoe? En lieve mensen, als dan straks over zo'n goede anderhalf uur de klokken 12 slaan en we elkaar het allerbeste wensen. En als we dan als grote mensen straks nog even doorfeesten in de kleine uurtjes. En dat u dan eindelijk op de een of andere manier in uw bed belandt. En als u dan onverhoopt de slaap niet zou kunnen vatten. Dan zou ik het zo heerlijk vinden als u dan nog even terug zou willen denken. Aan deze avond van ons samen op de buis. Als u dan aan mij denkt, dan denk ik aan u. Als ik erin lig. En ik kan niet slapen, dan denk ik aan u. Denk dan aan mij, dan houden we nog even denkcontact. Dan blijven we nog even heel dicht bij elkaar. Zoals we vanavond in het kleine Nederland bijeens zijn geweest. Een paar miljoen verstandige mensen in een bezopen wereld. We gaan maar lekker slapen. En niet na zitten te denken over alle onzin die ik heb verteld, want het waren allemaal grapjes. Om u te proberen op de drempel nog aan het lachen te maken. Ga maar lekker slapen. Komt wel goed hoor, jongens. Denk er maar over na wat de regering heeft gezegd. Leg de voorschriften maar onder je kussen, lig je wat hoger ook. Denk er maar lekker op. Denk erom, jongens, denk erom een uur voordat de uil weggaat, de thermostaat wat lager zet. En als we dan elkaar, wat ik vurig hoop, weer terug zullen zien over 7 jaar in 1980, dan hoop ik dat we het met elkaar zo ver hebben gebracht, dat er dan op een avond bij een van ons gebeld wordt, dat je open doet en naar beneden roept, wie is daar? Koning Faisal, of je nog petroleum nodig hebt. Wat zou het dan niet mooi zijn, als we werkelijk helemaal eerlijk, niet als een soort flauwekul, maar als we eerlijk uit de gronden van onze eerlijke harten zouden kunnen zeggen. Nee, dank u. Wij gebruiken geen olie. Ga dan maar rustig slapen met die gedachten. Trek de dekens maar over je heen. Toekomst ziet er roodkleurig uit. Waar gaan we? In het nieuwe jaar naartoe. Een voetreis naar Rome of fietsen naar Stroe. Naar Haya of Gouda of Mamalu. Weet u al een beetje wat of hoe? De zegen van der Stoel. Maar mondje toe.